Goedemorgen. Deze morgen. Welkom bij deze vlog. Wil en ik zijn nu op weg naar Frankrijk, want wij gaan op vakantie voor 5 dagjes. Wij dachten, het is gewoon superleuk om dat mee te nemen. Wat we gaan doen, is vandaag ga ik vloggen. Morgen ga ik deel vloggen. Dus dan voor Dylan's kanaal en dan vandaag voor mijn kanaal. En dan gaan we zo even kijken hoe we dat verder gaan. Gewoon lekker over en weer gaan. Ja, dat inderdaad. En ja, dus dat gaan we doen. We zijn nu echt net onderweg. Hoe lang zijn we vertrokken? Nou, misschien een kwartiertje? Nou, zeker nog rechts afslaan, nog niet eens een kwartiertje, moet je nagaan. Kijk, we gaan nu pas de snelweg op. Ja. Zo lang zijn we dus al weg. Nou, helemaal top. Dus het is super vroeg. We zijn om 5 uur ons bed uitgegaan. Oh. En we hebben even lekker hier een koffie en alles. We hebben muziek. Het staat nu even uit natuurlijk, maar... Ja, dus wij gaan lekker rijden en ik ga jullie meenemen. Meenemen. Zo, we hebben onze eerste stop gemaakt en we zijn nu in Lochristi of Lochere of wat? Lochere in België. Ik heb net al even gebruik gemaakt van het toilet hier. Ik ben jarig trouwens. Ja, dat wou ik nog vertellen. Dylan is vandaag jarig, het is 18 juli. En wat doen we? We zitten gewoon lekker in de auto naar fucking Frankrijk. Naar fucking Frankrijk. Dus, je krijgt nu ook je eerste cadeautje. Echt? Ja. Oh, wat zou het zijn? God, wat zou het zijn? Hij weet dit cadeautje toch wel. Maar hey, alsnog, het is leuk. Oeh, is het nu te warm voor om dat nu... Ja. Oh, ik heb geen idee. In ieder geval. Oh, dat heb je wel mooi ingepakt. Nee, ik kan helemaal niet inpakken, maar het maakt niet uit. En dan maak ik nog zo'n tielige. Zo verbaasd. Leuk. Ja. Yes. Bye. Ik heb het gewoon nog hoor. Ik hou, ik denk te veel aan het milieu. Oh, deze vind ik echt leuk. Hij is echt leuk, hè? Alsjeblieft. Omdat ik nog te weinig kleding had. Ja, dat vooral. Zo, wij zijn inmiddels aangekomen in Frankrijk. En we zijn voor mij op de helft nu, toch? Ja, zo ongeveer. Zo ongeveer op de helft nu. Dus ja, het gaat nog steeds lekker. Ik hou het nog vol. Ik hou het zeker vol. Met mezelf dan, met jou. Rij jou ook wel vol. Elke keer top, fijn. Kijk wat een mooi uitzicht we hebben daar. Ja, het is echt geweldig. Ja, ik weet niet of ik dat echt goed kan laten zien, maar... Ja, dat zie je net niet. Maar het is echt heel erg mooi. Hier zie je dan echt letterlijk helemaal niks. Maar het is echt prachtig hier. Dus ja. Ja, je over 1,5 kilometer. Op de rotonde nemen we tweede afslag naar 1339. Oké. Ik heb nog geen idee waar ik heen moet. Maar je hebt hier echt zo één zo'n wolk. Die loopt echt in één lijn. En dan heb je een wolk en gewoon strak blauwe lucht. Ja, daar is echt strak blauwe lucht. Vet lekker weer. Dan heb je hier gewoon grauwe wolken. Dat je denkt, oei. Grauw. Oh, echt van de hooibalen, die Franse hooibalen die je overal op de wereld hebt, maar dat het hier echt Frans is. Die heb je ook gewoon in Nederland, maar hier is het echt Frans. Maar hier is het gewoon gelijk mooi met een mooi veld, zeg maar. Ja, oh heerlijk. Nou, we gaan lekker doorkarren. Oké, we zijn nu in een dorpje, de Pool of zo. Weet ik veel. Geen idee. Supermarkt, dus en we zijn nu in een soort van supermarkt slash woonwinkel slash iets. Dus we gaan nu even kijken of een deel hier kan plassen en of we iets eten kunnen halen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik denk dat... Deel, hoe enthousiast word jij van een supermarkt in het buitenland? Niet zo heel enthousiast. Oh, ik vind het altijd wel leuk. Maar dit is je echt... Er staat een dikke rij daar. Ja, er staat echt een... Ik vind het wel lachen. Er staat echt een gigantische rij voor het pissen. Maar kijk, al dit eten, hier word je toch helemaal blij van. Het is hier alleen echt stervenskoud. Het is niet normaal. Zo, wij zijn... hoe lang moesten we nog rijden? Dood, dat ben ik. Ja, Dylan is echt dood. Hij heeft geen zin meer, maar we moeten nog een uur volgens mij. Op. Dus nog 1 uurtje, maar we staan nu stil aan de weg. Want we werden net aangehouden en we dachten eerst, fuck, politie. Maar is niet. Er was gewoon een man en die zei dat er een of andere supergrote truck aankomt of zo. Dus van 8 meter lang. Wow, je hebt het wel verstaan. Ja. Ik dacht het enige wat je zegt is gewoon thank you. Ja, nee. Ik heb het wel verstaan. En dus ik denk dat ze geen tegenliggers willen hebben. Dus nu moeten wij hier wachten met een heel stel andere auto's. Dus ja. Zal ik even naar die Nederlanders toe gaan? Waarom? Ja, weet ik niet. Het is de enige die ik hier waar ik mee kan praten. Waar ik op praten, ja. Nou, ik ben benieuwd, waar blijft hij dan? En dat weet ik niet. Een big truck, 8 meters. It's a big truck. But, we willen precies een uur en 1 minuut. Dus we komen om 1:30 aan, 1:30 aan als we nu mogen rijden. Ja, maar ja. Dat... Maar die camper dacht net, joh, ik heb scheid, ik ga gewoon. Ja, die is gewoon gaan rijden, maar ik denk niet dat het heel slim is.
Maar ja, we zijn dus op zich wel dood. Dus ik hoop die motor is weg. Welke motor? Die ons aanhield. Echt? Weet ik veel. Ik zie hem niet meer. Oh. Maar ja, dus we hopen ook gewoon meteen het hotel in te kunnen. Als we daaraan komen. Oh, en dat het zwembad een beetje in de buurt is. Ja, daar gaan we gewoon lekker uitnemen. Oh ja, er komt een motor aan. Nog een andere motor. Hey. Oh, en er komt ook een auto. Ik zie alleen maar sirenes. Ik zie nu achter het huis. Ik zie het toch echt helemaal niks. Ik wil wel schadevergoeding dat ik hiervoor stil moet staan. Woe! Inderdaad. Ik zie. Holy shit, er komt echt een dikke truck aan. Echt? Ja, daar in de verte. Het lijkt alsof gewoon een heel huis vervoerd wordt. Jantje, maar echt. Alsof het circus gewoon niet afgebroken is, maar gewoon op wielen. Als het hier zo langs rijdt, ik ga het filmen. Wow. What the fuck? Wat is dat? Zo'n boot. De Eremietje. Oh, we moeten ze weer rijden, jezus. Oké, nou dat was hem. Mackie. Waar zijn we? In de Mac. Sowieso, je weet het zelf. We moeten nog 30 minuten tot ons hotel en dan zijn we in de Mackie. We hebben gewoon een burger en een McFrap besteld. Ja, maar we moesten plassen. We moesten eigenlijk plassen. En toen zagen we op de dingen staan van de telefoon, zeg maar van navigatie, dat er een Mac was. Dus we dachten, Mackie, pissen en eten. Ja, nou ja, eigenlijk dachten we dat daarna. Maar ja, hè, misschien kunnen we toch niet gelijk het appartement hotel ding. Nee, dus we dachten van nou, gaan we eten halen. Daarom. Het is uit eten voor vandaag, voor mijn verjaardag. Nee, we gaan nog wel even eten. Ja, als er iets is in de buurt. Als er iets is. Ik ga zeker maar geen half uur meer rijden straks, hoor. Dat snap ik, maar nou in van het goed. Oh, we gaan 20 minuten lopen naar het dorpje. Ja, dat kan ook. Oké, we zien wel. Nou, we gaan nu even wachten op ons Mackie en dan... Lekker even bikken. Oh, oepsie. Prullenbakkie. Wij zijn, back from the Mac. Hoi, gaan we weer. Oh, dat was gezellig. Oh, het tevens geluid van die gordel. Nou ja. In ieder geval, wij hebben dus eten gehaald. We hebben er binnen. Ik ben veel te lang voor deze toestand. Kijk, hier heb je McFrappy. Oh. Lekker. Poulet, dat betekent kip. En ik heb een burger en er staat double cheeseburger, is gewoon Engels. Dus, en nu gaan we weer rijden, dus ik ben geen verstandig als ik dit ding even wegleg. Oh ja. Dus we zien jullie zo wanneer we... Oké, als we in ons handen klappen... Zijn we bij het hotel. Dan zie je gelijk het... Wacht. Oké. Oké, als we in ons handen klappen, dan zijn we in één keer bij het hotel. Oké, 3, 2, 1... We zijn gearriveerd! Eindelijk! Oh my god, het is ook zo intens. Mooi! Ja, cool. Nee, maar het is zo mooi. Oh my god. We gaan alles nog even goed laten zien. We hebben net de auto geparkeerd. En nu gaan we even inchecken. Naar binnen inchecken en dat soort dingen. En dan spullen pakken. Ja. Dat wordt ook alweer inchecken. Zo, wij zijn aangekomen in het hotel. En nu ga ik even een soort room tour doen. Nou, eigenlijk apartment tour, want het is fucking groot. Dus hier komt ie. Zo, hier kom je binnen. Dan heb je hier gelijk een inloopkast zitten. Echt super chill. Gewoon helemaal Gucci. Helemaal top. Nou, dan loop je hier. Nou, je hebt de deur. Hier heb je de deur van de badkamer. Twee badjassen hangen. En dan loop je hier naar binnen. En dan heb je een super per lekker badkamertje, wc, daar kun je lekker kakken. Zo. En dan ga je hierheen en dan heb je de slaapkamer. Nou, gewoon super chill bed, like, heerlijk. Dan dit en dan daar nog een inloopkast. En dan loop je hierheen en dan heb je de woonkamer. En hier gewoon eettafel en een bank, stoel. Allemaal dingen. Hartstikke leuk. Als je hier naartoe loopt, heb je een balkonnetje. Helemaal heerlijk. Ik weet niet waar deel is, dus die gaat me sowieso laten schrikken. Nou, heerlijk balkonnetje. Dus als het zon schijnt, nou, het is toch helemaal top dit. En deel die zit vast in die kast of zo, dat denk ik. Fuck. Ja, dan ga je toch gewoon vanuit, deel. Ik was er gewoon makkelijk in, hoor. Oh my god, maar echt. Gewoon bijna staan. Oh, ik kan hier gewoon staan. Als hij, ja, ik ben er zeggen, als hij...
teringjantje. Maar hier dus nog een inloopkast. En Dylan. En Dylan. Nou, dan hebben we hier een keukentje met een gasplaat en alles. En dan hebben we hier nog een koelkast. Allemaal kastjes en... Nou, het is toch afgebroken is, zo te zien. Oh ja. Maar nee, maar dit is toch helemaal te chill. En wat is dit? Oh, dit is de koelikast. Dit is de koelikast. Wat is, dit is een meterkast. Dat hey, deze gaat 5 of 7. Lekker koud, lekker koel. Nou, koelkastje. Dus kijk, maar dit is toch gewoon helemaal top dit. Echt, word toch helemaal blij van. Wacht, weet je waar je nog het allerblijst van wordt? Ja. Let op. Een vaatwasser. Oh my god. Ja. Ja, dus we blijven hier tot en met zondag. Dan moeten we om 11 uur uitchecken. Dus dan moeten we om 11 uur uitchecken. En nu gaan wij even de spullen pakken, denk ik. Ja. En even alle installeren. En ja! Oh my god, zo chill. Ik heb er zoveel zin in. We zijn er eindelijk ook gewoon. Sun is shining, it feels good. And nobody is going to stop me now. Oh yeah. Oké, nou wij gaan zo de spullen halen. Zo, oh my god. We hebben alles een beetje gesetteld. We hebben nu eigenlijk alles gewoon even klaargezet. We hebben even dingen in de vaatwasser gedaan van het huisje, ons bestek en zo. Omdat we, ja, we dachten, we weten niet helemaal zeker of het schoon is. Oh, dat was ook echt jouw idee. Inderdaad. Nee, het was Dylan's idee. Oh, okay. En het werd net even heel akkers, want kom opeens de buurvrouw komen op het balkon staan. Maar en nu gaan we zo even naar de supermarkt. Oh, ik heb eerst een powernappen. Ja, powernap kunnen we zo meteen doen. We hebben trouwens besloten, we gaan niet uit eten. We gaan gewoon even eten halen in de supermarkt hier. En dan gaan we gewoon even hier thuis eten, want we zijn moe. Vooral Dylan is moe na al het rijden. Ik heb er gewoon naast gezeten. Ook vermoeiend. Kan ook vermoeiend zijn, maar we gaan gewoon lekker vanavond thuis eten. Ik heb vlaggetjes ophangen. Ik heb de rest van het cadeautje een deel gegeven. Ben je blij? Ja! Ja. Vooral met die kroket. Met die kroket, ja, die was heerlijk. Met een kroket en een fanny pack. Ja, dat is top. Weet je waarom? Omdat het een Febo fanny pack is. Ja, wacht, ik kan het wel even laten zien. Ja. Deze! Dus hoe tof is deze? Ik wil hem eigenlijk zelf ook, maar ik geef hem een deel en ik kan hem altijd een keer claimen of stelen. Jawel, dat kan wel. In ieder geval, ik heb hem even omgekleed. Even gewoon lekker even hebben. Ze kunnen altijd nog even een outfitfotootje maken. En zwemmen. En we gaan straks nog even zwemmen. Denk vanavond even naar het eten, denk ik, toch? Of voor het eten, want we kunnen dus sowieso na 9 euro nog eten. Dat kunnen we ook doen. Kunnen we ook doen, inderdaad. We gaan even kijken, we gaan in ieder geval zo even boodschappen doen. Twee. Moet je een car mee? Nee, toch? Nee, joh. Aangekomen bij de supermarkt. We zijn nu lekker shoppen. Zo, we zijn in de supermarkt. En hoi. En we hebben al wel een aantal dingen gevonden. Ook gewoon drinken, avondeten. We zijn nu alleen nog even op zoek naar iets van groente of zo voor vanavond. Maar dat is nogal lastig vinden. Nee, er zijn er allemaal potjes, maar ja. Ja, zo'n potje, ja. Of, niet super want we zagen nu dit. Weet je, van die komkommer nog wat. Ja, we kunnen dit wel nemen, maar het is lastig. We hebben chippies en snoepies en drinken en... Ook van avondeten, dus we zijn even druk aan het doorshoppen. Zo, wij zijn thuis. We hebben even een beetje gechilled en zo, boodschappen uitgepakt. En weet je het allemaal, nu heb ik mijn bikini aan, dit is zwembroek. Badjas eroverheen. En dan gaan we even, dus lekker even een duik nemen in het zwembad. Volgens mij kan het tot 9 uur. Dus het is nu 7:30 of zo toch deel? Wacht, ik heb hier... Ja, het is 7:50. Ja, 7:50. Dus we gaan gewoon nu even zwemmen en dan gaan we daarna gaan we koken en... Even, nou, gaan we lekker eten. Dus ik neem uiteraard niet mijn telefoon of camera mee, want het is zwembad, hè, gaat niet goed. Dit is je eerste keer zwemmen in lange tijd. Ja, dit vind ik heel spannend dit. Want dit wordt inderdaad gewoon voor het eerst in 3 jaar of zo, wordt het dat ik ga zwemmen. Heel spannend, maar helemaal leuk, helemaal top. Zin in. Oké, okay, bye. Zo, we zijn weer terug. Hoi. Deeltje staat heel lief even te koken. Ik heb net even snel gedoucht. Op mijn eigen verjaardag, hè, moet ik nog zelf koken. No. Ik mocht niet eens zelf kiezen wat we gingen eten. Nee, jij vond het toch allemaal goed? Oké, okay, ja. Hap. Nee, hap, ik hap altijd. Maar ik heb net even snel gedoucht. En voor ongekleed, we gaan straks na het eten gaan even lekker een stukje wandelen en zo. Gewoon even een beetje de omgeving verkennen. Dus ik heb heel charmant een handdoek op mijn hoofd. De douche best wel lekker trouwens. Best wel op zich best lekker, maar hij is heel snel heel heet. En hij gaat alleen maar naar de muur die straalt. Dus je moet helemaal tegen die muur aan staan om mijn haar wassen. Maar dat is helemaal prima.
En ik heb buiten al heel gezellig. Heb ik het de tafel gedekt. Oh, kijk, is dat cute? Oh, wat cute. Dus, ja. Yeah. Laat even zien wat voor eten ik ook. Ja, dan ga ik even laten zien. Ik ben trots op namelijk. Kijk, want wat hebben we ook alweer? Cordon bleu, een ratatouille en een mix van gebakken aardappel en zoete aardappel. Ja, het ziet toch helemaal prima uit voor even een snelle... Kijk hoe mooi je het ook gesneden hebt, hè. Oh. Echt... Ja, echt top. Ja. Dus ja, dan gaan we ze lekker van smikkelen. Ik wil smakkels maken. Zo, we hebben echt vet lekker gegeten. Echt, het was echt heel erg lekker, lekker buiten. Ik heb net alles even in de vaatwasser gedaan. Ik heb nog de dingen afgespoeld en zo. Dylan is nu even lekker douchen. En wat ik net heb gedaan, is ik heb dit bed uitgeklapt. Het is dus een bedbank. Dit appartement is voor 4 personen officieel. En ik dacht, het is gewoon super lekker als ze gewoon... Straks even een serietje gaan kijken of zo. Dat we gewoon even lekker dat bed uitklappen. Dus gewoon helemaal top. Eerst ga ik nu even op liggen en wachten tot het Dylan klaar is. Dan moet ik even mijn haar feunen en dan gaan we nog even een stukje wandelen buiten. Hey, goedemorgen. Het is al de volgende ochtend, maar ik was gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Wat we gisteravond nog hebben gedaan is, we hebben even een hele wandeling gemaakt van echt best wel heel erg lang. Echt dan de hele tijd een super mooie plek. En toen we daar kwamen baalde ik er eigenlijk wel van dat ik de vlogcamera niet mee had genomen. Maar ik heb het op Instastory vastgelegd. Dus dat ga ik er dan nu even inplakken. Oké, goedenavond mensen. Wij lopen nu hier op een bijplaatje. Ja, daar ben ik eigenlijk even te zeggen. We lopen nu bij een plaatje dicht bij ons hotel. Wacht. Of het is hetzelfde plaatje, I don't know. Febo. Oké, wat ik wou vertellen voordat Dylan de shine pakte. Wat? Ik weet dat je dat zag. Ik wil van dat. Wel echt? Ja. Maar wat ik wou vertellen voordat Dylan de shine pakte, is oh my god, dit uitzicht. Prachtig. Maar ook allemaal van zulke soort planten en dit en oh, het is zo mooi. Dus morgen gaan we hier denk ik ook heen. Toch? Alleen om fotootjes te maken. Nee, maar echt, even serieus mensen, ik word zo erg verliefd op Frankrijk. Gewoon nu al, gewoon deze plaats. Oh, ik krijg er gewoon kippenvel van. Ik vind het zo mooi. Jezus, stil. En nou, dat was de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vandaag gaat Dylan vloggen. Dus die zien jullie op Dylan's kanaal. En ja, dan zien jullie mij die dag erna weer.